Dames en heren, goeiedag. Nou, de komende dagen zien er hartstikke goed uit. Met name de donderdag, die springt eruit. Wordt de warmste en zonnigste dag van deze werkweek. Vrijdag een overgangsdag. Ja, naar wisselvallig weer voor het komend weekend. Afgelopen maand september zijn de Galloway-runderen losgelaten in de Zuidpolder in Barendrecht. En daar is inmiddels het eerste kalfje geboren. Ja, en daar krijg je natuurlijk lentekriebels van. Ik heb daar opnames van gemaakt, zoals je hier naast mij kunt zien. Echt een schattig gezicht. Het gaat om een klein stiertje. Nou, de komende nacht in onze regio hebben we te maken met nogal wat bewolking. Het is nevelig, kan zelfs hier en daar mistig worden. Het wordt minder koud dan de afgelopen nachten, een graad of 6. Afgelopen nacht nog op Rotterdam Airport ruim 2 graden onder nul op klomphoogte. Ja, en dan woensdag krijgen we in de loop van de ochtend en in de middag weer meer zonnige periode. Het blijft erbij lekker droog. De temperatuur komt uit op een graad of 11 vlak aan zee. 14, 15 graden in de buurt van Gorinchem. En dan waait een matige westen tot zuidwesten wind. Nou, donderdag valt er veel te genieten in het Rijnmondgebied. Er is veel zon, het blijft overal droog. Het wordt gemiddeld een graad of 15, dus echt heerlijk lenteweer. Dat bij een matige zuidwesten wind. Vrijdag komt er al wat meer bewolking. Toch ook nog wel wat ruimte voor de zon, overal droog. Het wordt dan 's middags wel beduidend fris hoor. Een graad of 10 bij wat meer wind uit een westelijke richting. Ja, en in het weekend zien we de meeste regen terug op zaterdag. Temperaturen een graad of 12 en dat bij een aantrekkende westen tot zuidwestenwind. Weerfoto's, stuur ze vooral in naar weerfoto@rijnmond.nl. Fijne dag, graag tot morgen.